Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Theekamp TV. Dit is de tweede keer. En ik heb je vorige keer in de aflevering al toegezegd dat ik ook eens zou gaan kijken bij Jari en Ewan. Vorige keer zag je Kimberly en Leon met hun nieuwe programma. En deze keer kijk ik dus even bij de twee jonger gedienden bij RTV Slos. En ze doen op vrijdagavond hun programma tussen 6 en 7. Ik ben nu druk aan het monteren, dat zie je hier achter mij op het scherm. Ik ben dus de uitzending klaar aan het maken voor het internet. En ik denk, ik ga je toch nog eventjes welkom heten, want dat heb ik toen daar ter plaatse niet gedaan. Ik kwam rechtstreeks uit mijn werk uit Apeldoorn en ik ben zo de studio ingedoken en ik ben gelijk bij ze gaan kijken. En ik wil je eigenlijk ook direct hop de uitzendingen meenemen naar de allereerste momenten van Jari en Ewan in het nieuwe programma New School Radio. Heel veel plezier, ga lekker kijken. Goedenavond, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM. Het is vrijdagavond. Jari en Ewan trappen jouw weekend af. Hier in New School Radio. Hier in New School Radio. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe, gloednieuwe uitzending van New School Radio. Ja, we zijn het nieuwe programma. Live. We zijn live. Ewan, wat vind je ervan? Ja, ik heb er super veel zin in. Het is me geweldig. Wat hebben we in deze uitzending vandaag? Veel. In ieder geval champagne. Kom het champagne. Door. Champagne. Ah, jongens, kijk, wat komt hier nou jongens, de studio binnenlopen? Ja, dankjewel. Dankjewel. Het is een opening voor de nieuwe show. Dankjewel. Ik zeg, we gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We zijn eindelijk begonnen. Een hele mooie opening. Nou, en dan gaan we eerst eens kijken en luisteren naar het ontkurken van de champagne. Want dat hoort erbij natuurlijk. Dat moet iedereen live meemaken. Leon, laat hem horen. Hartstikke idee. Oh. Schenk de glazen maar vol. Die vliegt door de studio heen. Schenk de glazen maar vol. En even voor de luisteraars. Het is alcoholvrije champagne. Dus kan geen kwaad. Want we zitten hier met de leeftijd van Ewan. Bijna 15, hè? Bijna 15, maandag. Oké, dus... Het wordt alcoholvrije champagne. We gaan zo met de jongens proosten. En laten hun dan lekker hun eigen gang gaan. Jongens, gefeliciteerd met jullie nieuwe programma. Dankjewel. Ja, dan... We hebben ons nog helemaal niet voorgesteld. Laten we ons even snel voorstellen. Laten we ons inderdaad even voorstellen. Wie ben jij? Nou, ik ben Ewan. Ik zit op de RSG in 3 Atheneum A. Ik vind het heel erg leuk om radio te maken. Ik loop er al nou anderhalf jaartje mee, denk ik. En volleyballen vind ik ook heel leuk om te doen. Ja, ik zit toevallig ook op de RSG. Nee, ja, we kennen elkaar al een beetje. Ik ben Jari de Boer. Ik heb al eerder wat gedaan met radio, maar 5 jaar geleden inmiddels al. En nu zijn we terug met het programma met z'n tweeën. En ik hoop dat we heel veel plezier hebben. Ik zelf heb als hobby's radio maken. En verder ben ik bezig met Launchpad. En we gaan posten. Zo is dat. Het is nou ingeschonken. Dus gaan we proosten? Grote. Ja. En mag je mij zo'n kleintje geven? Jij mag de grote. Ja. Zo hoort het. Ja, zeker. Jongens, proost. Op het nieuwe programma. Op een heel goed programma. Oh. We gaan mis. Ik zal hem. De eerste glazen vallen al om. Proost. Op een goed programma. Nou Jari, Ewan, jullie allereerste uitzending. Hoe ging die? Ja, dat klopt. Ja, ik vond het supergoed gegaan. Ik vond het hartstikke leuk. Met champagne binnengevallen. Een hele grote verrassing. Ik vond het echt heel leuk. Ja, met champagne binnengevallen, dat was Ria. Die kwam eventjes goed binnenzetten, geloof ik, hè? Ja, Ria die dacht, ik verras ze even. Ik test gelijk even hoe ze met veranderingen om kunnen gaan. Ik kom even met champagne binnen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Nou, en hoe ging dat dan met die champagne? Kon je een beetje met die verandering omgaan met ineens bam? Ik moet zeggen, voor de eerste keer was het een beetje moeilijk om ermee om te gaan. Maar uiteindelijk kom je dan in het ritme en dan gaat het allemaal weer goed. Hoe hebben jullie deze uitzending voorbereid? Nou ja, we kwamen erachter dat de wifi het niet deed in het Slosgebouw. Dus wij moesten zelf na school bezig. En we hebben gewoon allebei een deel van het draaiboek gemaakt. Dat gecombineerd, samen geoefend. En zo zijn we tot gekomen. Ja, en nou hebben jullie natuurlijk niet de eerste uitzending gemaakt vandaag, hè? Nee, we hebben van tevoren al, ik denk, een stuk of 5 uitzendingen gewoon opgenomen. Wat we later terug kunnen luisteren. Maar ja, ik denk niet dat jullie dat ooit gaan horen. Dat blijft nog even mooi achter de schermen. Ja, dat is misschien maar beter ook. Hey, nou zitten jullie volgens mij ook allebei op dezelfde school, hè? Ja, dat... Klopt. En komen jullie elkaar daar ook vaak tegen? Nou, nu je iemand kent, dan herken je vaker als je iemand tegenkomt. We komen elkaar waarschijnlijk heel vaak tegen. Maar toen ik Ewan nog niet kende qua gezicht, wist ik niet dat hij dat was natuurlijk. Ja, en even voor de goede orde, jij zit in welke klas? Ik zit nu in 4. 4 VO. 3 AA. Dus 3 Atheneum.
Als jullie zien elkaar voorlopig ook nog wel eventjes. Nou was dit de eerste uitzending van hopelijk velen. Hoe gaan jullie richting volgende week? Ja, vol vertrouwen. Ik vond dat het heel leuk. Ik vond de interactie met de luisteraars ook leuk. Dus we weten nu dat we een beetje een beest hebben. Natuurlijk zou het iets minder zijn op onze tweede uitzending, denk ik. Maar ik heb er zin in. Dit was de tweede aflevering van Tekamp TV. Ik vond het erg gaaf om gewoon die allereerste momenten van New School Radio mee te maken. Ik hoop jij ook. Vond je dat nou? Laat dan hieronder even een reactie achter in de comments. Geef een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kun je hier ergens in de video doen, geloof ik. Daar zet ik het wel neer. Dat kun je ook doen naast de video. Vergeet niet te abonneren. Kijk ook eens op joeytekamp.nl. De volgende aflevering van Tekamp TV ben ik eindelijk bij het RSG schooltoneel. Doen ze al jaren. Belooft een hele mooie aflevering te worden met vooral heel veel beelden backstage bij alle artiesten en alle deelnemende mensen. Volgende week weer kijken dus naar een nieuwe aflevering van Tekamp TV. Voor nu een hele fijne week. Doei!